Goedendag vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag. Welkom bij een serie interviews met eigenaars en medewerkers van webwinkels. Deze serie heeft als thema familiebedrijven. Het zijn bijzondere verhalen over ondernemende families die soms al generaties lang in de retail zitten. Naast mij zit Alon Ben-Josef, CEO van Ace Juweliers. De Ace Juweliersgroep bestaat uit de drie verschillende juwelierszaken, allemaal in Amsterdam, hè? Klopt. Van jouw familie, Ben-Josef. Klopt. Sinds 1975 is die handelsnaam in gebruik, heb ik op jullie site gelezen. Heel goed. En jullie hebben een zaak op de Hoek van de Bloemenmarkt. Ja. Van Baardenstraat. Ja. En Leidsestraat. En Leidsestraat. En die op de Bloemenmarkt is een van de oudste juwelierszaken in Amsterdam. Klopt. Ja. Heel goed. Goed jou zeg maar. Ja. Nou, welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja. We beginnen het thema maar eigenlijk bij de hamvraag. Het familiebedrijf. Ja. Vertel er eens wat over. Je hebt een hele goede introductie gedaan. Eigenlijk in Amsterdam in 1975 begonnen in de Kalverstraat. Mm-hmm. Door mijn vader opgericht. Ace Juweliers, bewust zo gekozen, korte, krachtige naam. Omdat mijn vader anders wilde zijn dan wat heel veel juweliers deden. Familienaam op de gevel. Mm-hmm. Natuurlijk denken aan sport. Maar Engelse term betekent letterlijk het beste zijn in wat je doet. Mm-hmm. Dat is de gedachte erachter. Zo doorgegroeid eigenlijk vanuit de Kalverstraat naar de Heiligweg. Koningsplein, wat je net noemde, is een van de oudste zaken van Amsterdam. Uit eerbetoon hebben we toen die oude naam Speyer gehouden. Oh ja. Ace is Speyer geworden. Mijn jonge broer en ik zijn eigenlijk beide in 98 part-time begonnen. Mm-hmm. Mijn jonge broer is toen al in 99, 2000 fulltime gaan werken. Heeft toen als eerste in Nederland een fashion juwelierszaak opgericht in de Leidstraat. Mm-hmm. Waar we dus ook zitten nu. Ja. En trouwens, dus de vierde zaak is e-commerce. Is de webwinkel natuurlijk, ja. Die zijn eigenlijk deze zomer verhuisd naar de hele eerste verdieping op de Leidstraat. Oké. Okay. Dus die zitten daar ook. Ja. Dus dat is dolle boel in het centrum. En ik zelf ben tijdens mijn studie ook steeds meer gaan werken. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment hebben wij een juwelierszaak in de Van Baarlestraat overgenomen. Willen geen filiaalbedrijf zijn. En dus het zijn zaken die elkaar complimenteren. Daarom verschillende namen, verschillende interieurs, verschillende collecties en verschillende Ben-Josefs. Ja. Dus eigenlijk dagelijks leiding wordt gedaan door mijn vader, broer en ik. Mm-hmm. En we hebben een beetje de taken eerlijk verdeeld waar mijn vader en broer meer centrum deden en ik Amsterdam-Zuid. Ja. Maar internet is nu verhuisd naar centrum. Ja. Maar we hebben eigenlijk een organische taakverdeling. Mm-hmm. Waar het allemaal door elkaar heen loopt. Maar op een leuke manier. En zo proberen we wat moois van te maken, ja, elke dag. Ik heb wel de indruk dat jij wel een beetje de internetman bent van de, ja, familie. Ja, ja. Het is 98 kwam ik in de zaak. Was al online sinds 95, 96. In bellen, modem, BB, boxen en alles. We waren in 98 al met Ace online met een platte pagina. Mm-hmm. Bij Scoot was dat nog. Ja. Toendertijd. En waar jullie wel vaker over geschreven hebben, waar wij over gebabbeld hebben. Onze branche is heel traditioneel. Mm-hmm. Heel behoudend. Wij waren in 98 pas de eerste juwelier in het hogere segment met een e-commerce webshop boutique. Mm-hmm. Wij noemen het een e-boutique. Ja. Maar waren al sinds 98 online. Dus eigenlijk in die 10 jaar tijd mochten wij niet. Nee. En we wilden heel graag die startblokken. En dat was wel een beetje mijn kindje, mm-hmm, zo gezegd. Dus ik neem daar inderdaad voortouw in. Ja. Dus. Was het voor jou, zo klinkt het wel, vanaf je jeugd duidelijk van nou, ik ga gewoon bij mijn vader in de zaak of met mijn vader? De grap is dat, vanaf heel klein brandweer, astronaut, was het toen juwelier. Ja. Ik heb economie gestudeerd in Amsterdam en in New York. Ik vind heel veel onderwerpen leuk. Bijna de banking kant op gaan, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Mm-hmm. Ik vind interactie het leukst, contact met mensen het leukst, buiten mijn passie voor horloges en edelstenen. Je kan wel zeggen, ja, het was duidelijk. Alhoewel onze ouders altijd zeiden, nou, verbreed je horizon. Het is geen veilig beroep, het is een moeilijk beroep, het is een behouden beroep. Kan je zeggen ja. Ja. En voor je broer geldt hetzelfde? Ja. Ongeveer. Ja, die heeft diamantopleiding gedaan in Tel Aviv. Die is teruggekomen. Faxopleiding heeft hij in Nederland gedaan. En voor hem, dat is ook echt een retail tijger. En die is meer van fashion, inkoop. Dus eigenlijk zo hebben we die taakverdeling heel mooi. Wij complementeren elkaar heel goed. Ja.
Dus dat is wel leuk. En die taakverdeling, dus je vader, dus vader en twee zoons. Ja. En als je het dan hebt over de webwinkel, ja. het versturen, de fulfillment. Ja. Neem aan dat je dat ondertussen wel hebt uitbesteed. Ja. Maar... Ik zeg altijd, familie trek ik altijd breder. Mm-hmm. Ons team zijn elk echt, zien wij als familie. Het zijn mensen die passie voor het vak hebben en hart voor de zaak. Mm-hmm. Dus dat is heel belangrijk. En zonder hun stort het als een kaarthuis in. Mm-hmm. Zo ook e-commerce. E-commerce hebben we zodanig organisch gebouwd in 2008. We konden niet van de merken, ze wilden liever niet, het mocht niet, noem het wat je wil, zijn we geleidelijk aan begonnen. Dus meteen met een team van twee al. Waarom? Wij hebben onze bedrijfsfilosofie, onze familiefilosofie gezegd waar vriendelijkheid nummer 1 staat, mm-hmm. Kwaliteit. En dan kan je dat opsplitsen in van producten die je verkoopt, maar nog belangrijker de service die je verleent. En nog belangrijker after sales service. Ja. Met al die aspecten in gedachten hebben we gezegd, we doen dus voor e-commerce ook alles in huis. Mm-hmm. Techniek dan net niet. Hè, blijf bij je leesten, schoenmaker. Maar e-fulfillment wel. After sales ook. E-mails, het contact. En het doel van de website was het contact nog meer bevorderen. Ja. Dus wij zagen e-commerce niet als een apart kanaal. Maar juist weer complementerend en aanvullend op wat we al deden. Ja. En wat zijn de voordelen van het in een familiebedrijf werken of met je familie werken? In ons vak is het heel moeilijk om binnen te komen. Mm-hmm. Dus dat is een voordeel die als paal boven water staat. Ja. Het is heel moeilijk om erin te komen. Buiten dat je kennis nodig hebt, connecties, is het ook kapitaal wat moeilijk is. Mm-hmm. En het kost gewoon jaren om te leren wat je doet. Ja. Dus dat is een voordeel. Je bent natuurlijk, ik zeg altijd, samen sta je sterker dan alleen. Dat kan je met fanouten doen. Met familie is dat natuurlijk nog natuurlijker. Ja. Dus dat zijn echt voordelen voor ons, wat betreft voor een familiebedrijf. Ja. Het voelt natuurlijker aan. En in zwakkere tijden sta je sterker. Ja. En zijn er ook nadelen? Er zijn altijd nadelen. Ja. Zoals iemand die heel veel nieuws is, die zegt elk nadeel heeft zijn voordeel. Natuurlijk zijn er nadelen. Het gaat altijd door. Mm-hmm. Vrijdagavond eten we altijd samen. Ja. Dan gaat het bijna altijd over het werk. Ja. Persoonlijke dingen gaan mee naar werk. Dus waar werk naar huis gaat, gaat huis ook naar werk. Mm-hmm. Dat kunnen nadelen zijn. Maar voor de rest ondervinden wij niet echt veel nadelen. Je hebt natuurlijk de stereotype nadelen. Ja. Dus dat gaat altijd op. Ja, precies. Nou, dat verhaal hoor ik veel inderdaad van samen aan tafel zitten. En, ja. Nou kijk, wat je in de e-commerce wereld zie je natuurlijk heel veel fannoten. Mm-hmm. Je ziet toch dat, en dat vind ik mooi aan de e-commerce wereld. Voor mij ging in 2008 een wereld open omdat ik toen fulltime op e-commerce ging concentreren. Waar, en mede dankzij het blad Twinkel, daar leer je heel veel. krachten bundelen en synergie. En dat was voor mij verademing. Bij ons in de branche is het toch hokjes denken, iedereen op een eiland, je eigen ding doen. En daar dus ook die families tegen elkaar. Mm-hmm. Ondanks dat ik bijvoorbeeld in het bestuur zit van de Nederlandse Juweliersclub. Dat is een club van 40 topjuweliers in Nederland. En daar zie je ook dat er innovatie optreedt, maar dat gaat toch veel langzamer. Ten opzichte van de internetwereld. En dat vind ik wel mooi om te zien. Ja. En dus denk je dat samenwerken in een familie of met vrienden, wat soms als familie kan zijn, dat je dezelfde voor- en nadelen hebt. Ja. Denk ik. Kan je nog iets zeggen over dingen waar jullie tegenaan lopen? Misschien specifiek voor jullie branche. Als je het hebt over multichannel, dus je hebt winkels. Wij hebben het grootste probleem nu momenteel. En dat gaat eigenlijk al 3 jaar leveranciers mee krijgen. Mm-hmm. Waar we in 2007 al begonnen achter de schermen met bouwen. 2008 soft launch, begin 2009 hard launch. Tot aan de hard launch hadden we officieel geen goedkeuring van een merk. Mm-hmm. Toen op een gegeven moment hadden we natuurlijk de Nederlandse Iron Lady, Nelly Kroes, die in de EU toch het voortouw nam met een wetgeving dat in het luxe segment, waar heel veel exclusieve merkrechten zijn, dat is een beetje als de auto-industrie, dat de merken niet meer geautoriseerde dealers konden verbieden. Dus had je een omslag. Ja. En nu zijn we bijna, of we zijn al bijna 3 jaar verder inderdaad, zie je toch dat er kanaalconflicten nog steeds gaande zijn. Merken zijn niet happig. Mm-hmm. Heel weinig merken in onze eigen industrie verkopen nog zelf via hun eigen URL.
Dat gaat natuurlijk komen. Ja. Dus eigenlijk lopen wij ver achter en kan je de toekomst voorspellen door te kijken om je heen. Ja. Dus dat zijn problemen waar wij echt tegenaan lopen. Ja, dat blijft en, nog. Ja. Ja, en voor ons specifiek, voor onze branche ook nog waar ik nu tegenaan loop, is achteraf betalen. Mm-hmm. Vervoerders, die hebben toch nog problemen met de waardes. Daar hikken ze tegenaan. Ja. Verzekeringen hebben we zelf geregeld, dus de expertise uit onze branche. Maar voorbeeld is, als achteraf betalen is een probleem voor ons. Dus elke keer op de webwinkelvakdagen gaan we alle stands af. Ja. Om te kijken wie ons daarbij kan helpen, vanwege de waardes. Ja. Dat is een probleem waar we nu wel tegenaan gaan. Ja. Dus. Kan je tot slot nog iets vertellen van toekomstplannen, van de nabije toekomst? Wat ja, wij hebben eigenlijk van innovaties van als eerste in het hoogste segment e-commerce. Mm-hmm. Ook met een reality gedaan. Eerste juwelier in de wereld en eerste diamanten ring met augmented reality. November hebben we M-commerce gelanceerd. Ja. Dat was voor ons een stap. En we willen maart 2012, dus dit jaar willen we beginnen eigenlijk met ons 3.0 strategie. En dan gaan we multilabel, dus meerdere platforms neerzetten. Okay, ja. Dus meerdere merken van ons. Oké. Okay. Dus. En de fysieke winkels, dat blijft gewoon 3 in Amsterdam? Fysiek waarschijnlijk meer, mm-hmm. maar ook dat is moeilijk. Je zet niet zomaar even een winkel neer, vanwege exclusieve rechten, goede locaties. Maar we gaan niet afbouwen als dat de vraag is. Nee, dat was de vraag niet. Nou, wat je vaak hoort is wel heel leuk. E-commerce, dus minder winkels. Dus minder winkels, ja. Nou, dat is het dus bij ons niet. Bij ons versterkt het als geheel. Misschien nog winkels erbij. Ja, waarschijnlijk. Ja. Want wat je ziet is natuurlijk, wat ik heel mooi vind, wat de jongens van Coolblue hebben gedaan. Die zijn natuurlijk van pure player naar fysiek retail gegaan. En nu slaat natuurlijk de klok van retail, e-commerce en dan m-commerce. En dan ga je weer terug naar retail. Ja. Dus het wordt allemaal retail weer. Ja. Maar ik denk dat multichannel is de sleutel. En vooral het hogere segment, vind ik. Ja. Dus. Oké, dankjewel. Bedankt. En veel succes. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken en tot ziens.